Paul Stroebel is voorzitter van de Stadstuin Rusthout, gelegen in Leidschendam, vlakbij de Mall of the Netherlands. Een feestelijk moment vandaag, er is een cheque overhandigd van 1400 euro van Fleetwensen voor nieuwe parasols. Paul, van harte gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. De nieuwe parasols, die waren hard nodig. Ja, klopt. De parasols op het terras daar, die waren tot op de draad versleten. En daar zitten onze gasten met de kindertjes. En als je in de volle zon zit, is dat niet fijn. En daarbij is het ook een mooie beschutting voor onze kippen. En hoe is het zo gekomen, die samenwerking met Fleetwensen, om dat bedrag bij elkaar te krijgen? Ja, nou ja, we hebben een aantal sponsoren, grotere sponsoren. En Fleetwensen is daar één van. En ja, op een gegeven moment hadden we echt die parasols nodig. En dan schrijf ik Fleetwensen aan. En met een plan en een begroting erbij. En Fleetwensen was zo aardig om ons die 1400 euro te geven. En dan kunnen we inderdaad mooie nieuwe textiele parasols verkopen. En een grote parasol voor op de picknicktafels waar de kinderfeestjes worden gehouden. En dan is eigenlijk alles weer in het nieuw, want we zijn nu in het paviljoen. Ja. Wat er ook nog niet zo heel erg lang staat. Nee, pas sinds eind 2019 is dat ontstaan, ja. Dus dat gaat helemaal goed. Stadstuin Rusthout groeit en bloeit. En dat proberen we zo te houden. En mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers lukt dat. En de trouwe sponsoren ook. Ja. Maar dat groeien en bloeien, dat ging wel een beetje tijd zonder mensen met die lockdown. Hoe was die periode? Ja, we hebben het tuinhuis moest een langere periode dicht. Dat was wel heel vervelend. Gelukkig mochten we buiten nog open, omdat de kinderen buiten konden spelen. En ons winkeltje kon dan blijven draaien met een takeaway systeem. Dus we hebben nog wel inkomsten kunnen genereren. Wat zo bijzonder is, is dat die Stadstuin helemaal zonder gemeentesubsidie draait. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Om dan toch geld in het laadje maar continu te houden. Nou ja, daar hebben we ons winkeltje voor. We verkopen de honing van onze eigen bijen. We verkopen de eitjes. We maken heel veel tosties. En we verkopen koffie en limonade en ijsjes. De bezoekers van de Stadstuin die weten ons goed te vinden. En het is, zeker als het mooi weer is, is het gezellig druk. Nou, als het straks voorjaar wordt, dan wordt het voor jullie dubbel genieten met de nieuwe parasol. Reken maar, ja hoor. Dankzij Fleetwensen. Ik sta hier in de Stadstuin nu met Jacques Wolters. Jacques, we staan bij de moestuinen. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou ja, dat we toch met een hele hoop vrijwilligers, schat eigenlijk rond de 20 mensen, deze bedden die hier achter liggen, dat we die zeg maar zaaien, bemesten en oogsten. Elk bed heeft specifieke dingen. Ik ben verantwoordelijk voor de aardappels, en voor de uien en voor de penen. En dat schuift elk jaar een bed op. Nou, wat je hier ziet, dat zijn de schooltuinen van Marie Bernadette. Heeft ongeveer 10 bedden. En wat je daar ziet, verderop, de hogere, daar kunnen mensen gewoon een bak huren per jaar. Ze krijgen de zaden van de stichting. Maar goed, ze zijn zelf verantwoordelijk voor het groeien. Ja, de zon ook. En het oogsten. Dat wel. Ja, en als de kinderen dan zelf actief zijn, is het gewoon ook heel praktisch leerzaam. Ja, ze zitten hier met drie kinderen per bak. En moeten ook op die manier hun eigen taken verdelen. En op die manier ook de oogst, die er wel degelijk is, ook samen delen. Wat is jouw drijfveer om hier actief te zijn bij de Stadstuin? Nou ja, ik ben ook heel lang actief voor Duurzaam Leidschendam Voorburg. Die is ooit ontstaan, zowel in Leidschendam als Voorburg, vanuit natuur en milieu. En daar is dat is een beetje ook mijn achtergrond, om op die manier ook in de Stadstuin te werken. En ook daarnaast word je vervolgens gevraagd voor penningmeester, maar dat is een andere zaak. Maar ik ben ook actief in de tuinen van Mariehoeven en in het voedselbos langs de Rijksweg 14. Dus ik doe wat dat betreft ook met de handen in de aarde werken eigenlijk. Leidschendam-Voorburg wordt steeds drukker, steeds meer woningen. Merk je ook dat de behoefte om even in de buurt in het groen te vertoeven groter wordt? Dat je daardoor je meer bezoekers krijgt? Nou, dat hebben we in de corona gezien. We hebben het nooit zo druk gehad. We hebben een omzet gehad waarvan ik dacht van, hoe is het mogelijk? Er is een weekend geweest met 1400 euro omzet. Alleen, dit was de enige plek in Leidschendam-Voorburg waar ouders met hun kinderen naartoe konden. Waar kinderen konden spelen en inderdaad ouders in ieder geval een koffie konden drinken. En nou ja, ik heb ook raadsleden gehoord en die zeggen, nou, het is hier rustig, wat mooi. Dus ik probeer nu ook al vergaderingen met raadsleden, als we iets willen bereiken, om dat hier te doen. Wat dat betreft is het ook een uniek centrum,
om dingen op het gebied van milieu en educatie te gaan doen. Dat proberen we de komende jaren ook heel duidelijk op te zetten. Ja, met zo'n drukte zijn die parasols heel goed besteed dan. Nou ja, wat je ook ziet, we hebben ook al bomen gekocht. Maar ja, die zijn nog veel te klein. Dus we proberen nu ook met name daar bij die tafel, want daar zitten de ouders als er kinderfeestje is. Ja, doen een beetje beschutting is altijd wel handig. Jurriën Ook is voorzitter van Vlietwensen. Jurriën, ook gefeliciteerd, want het is altijd weer een mooi moment als jullie een cheque kunnen uitreiken voor een goed doel. Ja, zeker. Zeker. En zeker dit doel. Het is een prachtig parkje natuurlijk voor de kinderen en om dingen te organiseren. Vlietwensen is een gemeentelijke organisatie, die graag dit soort doelen ondersteunt. Mensen, elke bewoner van Voorburg, Leidschendam, kan hier gewoon naartoe komen met hun kinderen. Of gewoon genieten van het groen. En dit is echt een mooi voorbeeld voor Vlietwensen om doelen te steunen. Vlietwensen is heel actief in Leidschendam en Voorburg. Kun je wat voorbeelden noemen van andere projecten die jullie onlangs gefinancierd hebben? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de coronatijd net achter de rug. En we hebben gezien dat juist in die coronatijd hadden we zoiets van, ja, wat kunnen mensen organiseren? En we zijn echt verrast door de creativiteit van mensen die eenzame ouderen opzochten met een presentje. Eenzame ouderen zorgen dat er muziek werd gespeeld voor hun huis, voor een verzorgingstehuis. En dat zijn mooie voorbeelden die wij het afgelopen periode in de coronatijd hebben gezien. Ja, waarom loopt het ook heel erg goed dat jullie zelf als een groep vrijwilligers een grote pot geld krijgen en dat dan weer over andere vrijwilligersorganisaties voor allerlei activiteiten mogen verdelen? Ja, hoe bedoel je dat? Nou, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. En anders zou misschien de gemeente bepalen van wie krijgt de subsidie. Ja. Dat gebeurt nog steeds, maar jullie mogen dat nu zelf bepalen. Ja, zeker. We zijn volledig autonoom. De gemeente stelt een budget ter beschikking per jaar. En wij kunnen dat naar eigen inzichten. Natuurlijk moet het voldoen aan de doelstellingen. Het moet bijdragen aan de sociale cohesie, zoals dat zo mooi heet van onze gemeente. En aan de goede leefomgeving. En zodra dat aan de orde is, kunnen wij daar geld aan toekennen. Nou, het is nu regenachtig, maar het wordt straks vast weer mooi weer. Hopelijk, en dan wordt het genieten van de parasols die door jullie ter beschikking gekomen zijn. Wel heel apart met dit weer parasols uitreiken. Dan zit je ook droog. Dat kan het ook nog helpen. Ja. Dankjewel. Joep.